Dat jetzt für die ENF-Fraktion, Herr de Graaf. Voorzitter, mijn medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden van de recente aanslagen in Brussel. En het is ongelooflijk wrang dat deze aanslagen voorkomen hadden kunnen worden. De nationale grenzen hadden al lang gesloten moeten zijn, want deze helden van de islam reisden vrijelijk tussen Nederland en België. De bestrijding van de islam had al lang moeten beginnen. Want islamitische ghetto's juichen en beschermen deze islamitische helden. Laat ik duidelijk zijn, voorzitter. Ik zie het zo, ook u bent moreel gezien mede schuldig aan deze aanslagen. Net zoals vele andere Europarlementariërs, Eurocommissarissen en nationale regeringsleiders die alle pleiten voor open grenzen en voor een welkom aan migranten uit islamitische landen. En weer vallen er doden, mede dankzij u. Hoe hypocriet was de herdenking van de slachtoffers van deze aanslagen in dit parlement? Treuren om de slachtoffers, terwijl een deel van dit parlement zelf de voorwaarden voor aanslagen in stand houdt. En bovendien had in de rij van landen die door aanslagen is getroffen, Israël zeker niet mogen ontbreken. Elke vorm van contraterrorisme begint met de erkenning van de oorzaak van terrorisme. En deze oorzaak wilt u niet erkennen en niet benoemen. De oorzaak van terrorisme wereldwijd is islam. Islam is al 1400 jaar een ideologie van terreur. De zogenaamde religie van vrede heeft minstens 240 miljoen mensen de dood ingejaagd. Islam is niet verenigbaar met onze westerse waarden. Islam is niet integreerbaar in onze westerse cultuur. Tot u en tot de Europese Commissie zeg ik, erken uw walgelijke falen en stap op. Laat een ander dit probleem aanpakken. Want de aanpak voor contraterrorisme is duidelijk. Sluit de nationale grenzen. Stop de massa-immigratie en stop de islam. Herr Abgeordneter, die Frau Kollegin Wautmann.